Hi guys, ik ben Juliana en welkom op mijn YouTube-channel. Vandaag gaan we het hebben over It Chapter 2. 27 jaar na de incidenten in Derry van de eerste film, keren de losers terug om voor eens en voor altijd met Pennywise af te rekenen. Zal dit ze lukken? Deel 1 vond ik echt geweldig. Het is een van mijn favoriete horrorfilms. Ik zou zelf nog zo ver gaan om te zeggen dat het beter was dan de originele miniserie. Dus ja, ik had eigenlijk wel hele hoge verwachtingen van deze film. En de kast zag er ook prima uit, dus ik dacht, wat kan er nou misgaan? Voldeed het aan mijn verwachtingen? Daar gaan we het dus over hebben. Om te beginnen, het is best wel een tricky situatie om geliefde personages nieuwe acteurs toe te kennen. Then again is het in deze context best wel logisch, want ja, het is 27 jaar later, dus dan kan je niet dezelfde kinderen kasten. Ik vond dat ze het best wel goed hebben gedaan. De cast was echt on point. Je geloofde van ieder personage dat het gewoon nog steeds hetzelfde personage was van de eerste film. Zelfs met de acteurswitch. Je geloofde gewoon echt dat de kinderen van deel 1 zijn opgegroeid tot de volwassenen in deel 2. Dat vind ik dus echt knap gedaan. Het is echt... applausje voor deze cast. Elk personage had zo zijn momenten, maar ik ga eventjes twee highlighten die ik dus echt geweldig vond van de Losers Club dan. Bill Hader... als Richie. Luister. In deel 1 vond ik Finn Wolfhard als Richie echt geweldig. Maar Bill Hader pakte die rol in dit deel. En die tilde het op naar de next level. Als je al stuk bent gegaan om Richie in deel 1. Echt deel 2. Nog hilarischer. Ik kende Bill Hader voornamelijk van SNL. Saturday Night Live. Bill Hader was echt zo grappig in die sketches. Dat ik dacht van wow. Deze gast moet echt gewoon in films gaan spelen ofzo. Ja, ik weet het. Trainwreck heb ik niet gezien. Maar in ieder geval voor mij was dit de eerste film waarin ik Bill Hader zag spelen. En hij is echt geweldig. Verreweg de beste van de Losers Club. Hij is niet alleen hilarisch, maar ook de dramatische momenten. Wojo, het was echt gewoon... Ik had echt zoveel medelijden voor die gast. Deze film liet echt zijn range zien als een actor en ik ben nu best wel fan. Als tweede hebben we nog James Ranzone als Eddie. In deel 1 was Eddie bij far mijn favoriete kind van de Losers Club. Jack Denningracer was echt geweldig. Dus James Ranzone had best wel grote schoenen om te vullen. En ook al is Richie zeg maar nu mijn favoriet, ik vond Eddie alsnog best wel, ja, damn close met de original. Ik was zo bang dat ze zijn character helemaal zouden gaan verpesten. Want je hebt echt makkelijk acteurs die deze rol echt over de top zouden gaan doen als een soort van komisch effect. James deed het dus echt geweldig. En de Ready Friendship, dus Richie en Eddie, een van mijn favoriete dingen van deze film. Echt, de chemistry tussen hun is echt zo real, je gelooft echt dat ze beste vrienden zijn. Ik vond het heel erg leuk als de karakters individuele scènes hadden. Maar als ze toch met z'n allen op beeld zitten als één geheel, als een cast, vooral in de restaurant scène in het begin. Dat zijn toch wel echt de momenten waarin de film echt zijn shine pakt. Dat was echt heel erg nice. En besides The Losers Club is er natuurlijk één MVP. Bill Skarsgård as Pennywise is echt fantastisch. Ik vind hem zelfs beter in chapter 2 dan in chapter 1. In het vorige deel was hij namelijk goed, maar hier heeft hij echt geweldige lines. Echt savage, waarvan ik echt dacht van wow, Pennywise, you bitch. Maar wel met comedy, dus ik kan er ook wel van genieten eigenlijk. Tot nu toe praat ik lovend over deze film. Tot nu toe. Is chapter 2 nou namelijk beter dan chapter 1? Bij lange na niet. It Chapter 2 heeft wel echt een paar momenten die echt veel beter zijn dan in chapter 1. Als in echt bepaalde scènes die er echt uitblinken. That being said, het wordt ook weer overgecompenseerd door dingen die weer zijn. Oh, voordat ik het vergeet. De allereerste scène van It Chapter 2. De beste openingscène die ik in tijd heb gezien. Het is zo goed geacteerd en het is gewoon ook echt hartbrekend. Terwijl je die personages maar wat, 2 minuten kent. Ik vond deze scène ook veel enger dan de Georgie scène in deel 1. Oké, even terug. Waar dit deel de fout in gaat is de running time. Want deze film is echt niet normaal lang. 3 uur! 3 uur! Ik vond het zelfs met Avengers Endgame een beetje te lang. Het voelde ook een klein beetje alsof ze alle deleted scenes erin hebben gehouden. Echt scènes die niet nodig waren, hebben ze er gewoon allemaal in gelaten. Aan de ene kant is het fijn, want je weet dat er geen It-films meer komen. Dus dat betekent wel dat je langer een tijd kan doorbrengen met de personages waar je zoveel van houdt. Maar besteed die tijd dan nuttig, want er zaten echt scènes bij die echt overdreven lang waren. Vooral de end-battle duurde echt zo niet normaal lang, dat ik echt zoiets had van wrap it up, oké? De film spendeert ook echt heel erg veel tijd in het proberen uit te leggen van de origin story en de mythologie van Pennywise. Maar hoe het wordt uitgelegd is zo vaag en het is gewoon, het maakt geen sens. Er is geen logica uit al. Als je echt kritisch kijkt naar de film, meer dan de helft is gewoon niet logisch. Ik heb zo'n gevoel van, als je weet dat je het niet goed kan uitleggen, waarom leg je het dan überhaupt uit of verzin er dan iets anders op? Wat ik heb begrepen van mensen is dat het in het boek ook een beetje messy is uitgelegd en heel erg random allemaal. Nou, verander het dan een beetje. Mensen gaan echt niet zo boos daarover worden als je de origin van Pennywise een beetje verandert, omdat iedereen het vaag vond. Maar als je een van die stans bent die liever hebt dat de film echt 100% overeenkomt met het boek, denk ik dat je wel blij bent met dit, I guess. Wat ik wel kan zeggen is dat het einde best wel
wel satisfying is. Als in, ik hou best wel veel van de personages, maar ik heb het gevoel dat ik wel gewoon goede closure heb gehad. Al met al, guys, It Chapter 2 is echt hele goede entertainment. Je geniet er vooral van als je veel houdt van de personages en van Pennywise, want die heeft echt prachtige momenten hier. Maar de film is een beetje te lang en er zit niet echt heel erg veel logica in, vooral bij de origin van Pennywise. Ik vind het tricky om deze film een cijfer te geven, omdat wat mij betreft het entertainment level echt best wel hoog is. Maar als ik er echt kritisch naar ga kijken, het kwalitatief niet de beste film is. Kijk, het is entertainmentwijs echt veel beter dan een 7,5. Maar door gebrek van een echt goede origin story kan ik het ook niet een 8 geven of zo. Dus bij deze, ik rank It Chapter 2 een 7,8. Hebben jullie It Chapter 2 al gezien? Wat vonden jullie ervan? Let me know in de comments. Like, subscribe en share if you care. Je kan mij volgen op mijn persoonlijke Insta hieronder of mijn filmaccount hierboven. Oké, guys, that's it. Ciao.